Een Surinaamse delegatie gaat binnenkort richting Costa Rica. Dit vertelde president Chandrika Prasad Santokhi vandaag tijdens een persconferentie inzake de deelname van Suriname aan de 33e tussentijdse CARICOM staatshoofdenvergadering en de CARICOM SICA Summit in Belize de afgelopen week. In Costa Rica zullen er onderhandelingen worden gevoerd omtrent het omzetten van ons bos in kapitaal. De Caribische landen en zeker Suriname, die zijn zeker carbon neutraal en wij zijn carbon negatief zelf. En daarvoor moeten we ook een stukje beleid vanuit de wereld krijgen om ons te ondersteunen daarbij. Gekoppeld aan ook ons bosbeleid, ons forest management, dat we daar een duurzaam beleid ontwikkelen, dat we dat kunnen kapitaliseren. En daarvoor hebben we bilaterale gesprekken gevoerd met Guyana. Guyana heeft een voorsprong op het gebied van kapitaliseren van hun bos. Maar we hebben ook goede gesprekken gehad met Costa Rica. En binnenkort gaat er een missie richting Costa Rica deskundigen om samen met Costa Rica te kijken welke modaliteiten ze daar allemaal ontwikkeld hebben om hun bos zodanig te kapitaliseren dat we daarmee ook inkomsten genereren om de crisis te beheersen. Om ook om duurzaam bosbeleid te gaan versterken. Maar tegelijkertijd de samenleving daarvan gaat profiteren. Santokhi stelt verder dat het de bedoeling is dat er wordt gewerkt aan de gezamenlijke investering van landen in de Caribische regio. Het beleid dat Suriname binnen de CARICOM zal voeren is volgens de president vooral gericht op groei. Tijdens de staatshoofdenvergadering is er een gesprek gevoerd met telecombedrijven ten aanzien van de ontwikkelingen op het gebied van telecommunicatie. Een ander issue is geweest, namelijk de telefoonkosten. Als we naar het buitenland gaan, en dat proberen we als regering zeker te doen, dat men niet meer gaat roamen, dat men een simkaart aanschaft bij Telesur om de telefoonkosten drastisch te reduceren. Maar natuurlijk gaan mensen travelen en dan betalen ze meer kosten bij het voeren van telefoongesprekken. En daarvoor is er een initiatief genomen binnen CARICOM dat er geen roamingkosten betaald gaan worden bij het voeren van telefoongesprekken in die Caribbean Single Space. Want we zijn een space, een single space. Maar daar zie je namelijk dat we aparte tarieven betalen, hoge tarieven betalen als we gaan reizen. De landen die gereed zijn hebben volgens het staatshoofd al een overeenkomst gesloten als het gaat om het roamingsvraagstuk. Suriname staat ook achter deze visie. Er zullen verder gesprekken worden gevoerd met Telesur en andere internationale providers over deze kwestie.